Anas Atjabar wist gistermiddag niet te scoren tegen Hannover 96, maar kan toch met een goed gevoel terugkijken op het trainingskamp in Spanje. Hannover 0-0. Jij hebt een helft in de spits gestaan en een helft als aanvallende middenvelder. Vond je het goed gaan voor jou? Ja, ik vond het oké gaan. Voor mijzelf en als team ging het best wel lekker. Een lekkere prikkel vandaag. Maar ik vond het Hannover voor een vriendschappelijke wedstrijd best fel erop zitten, vond je het niet? Ja, hoort erbij bij zo'n wedstrijd. Ik denk dat het heel dicht is naar de wedstrijden toe. Dan ga je automatisch wat korter erop zitten. Ik denk dat iedereen zich wil bewijzen in het trainingskamp. En dat is logisch ook. Het is logisch dat ze dan korter erop zitten. Vandaag de laatste dag. Hoe kijk je erop terug, dit trainingskamp? Ja, een leuke en mooie trainingskamp. Belangrijk voor ons. Vooral in de aanloop wat het eerste helftseizoen is geweest natuurlijk. En voor ons een ideale moment om eigenlijk een mooie trainingskamp te maken en tweede helft van het seizoen goed te beginnen. Jij hebt ook de eerste minuut gemaakt op het veld met Ferdi Drijft, de nieuwe spits. Hoe ging dat? Ja, ging lekker, ging aardig. Sterke jongen. Hij kan lekker mee voetballen, dus voor mij een lekkere wedstrijd met hem te spelen. Dan terug naar Nederland. De temperatuur toch een graad of 15 lager, maar dat was hij toch wel lekker als in het zonnetje, of niet? Ja, jawel. Alleen ik moet wel zeggen, het was best wel frisjes. Dus in Nederland gaan we dat ook meemaken. Maar de zon is wel iets anders dan in Nederland. Je hebt ook minder haar nu, dus dat is natuurlijk een stuk frisser, denk ik. Ja, ik ben gewoon een muts opzetten, denk ik. Dan naar Eindhoven, want dat is natuurlijk wel weer de realiteit. Ben je er klaar voor nu met deze wedstrijd achter te kiezen? Ja, ik denk dat we eerst die reis terug moeten nemen. Ja, dat belangrijk is en dan gaan we ons absoluut klaarmaken voor Eindhoven. Kom maar goed.